Gert Mangelier en Joachim Boudens van Hertog Jan, drie sterren restaurant in Bruggen. Jullie zijn hier vandaag bij Gastronomie. Wat gaan jullie de bezoekers vandaag laten zien? Ja, wij gaan een klein overzicht geven over hetgeen waar we daar dagelijks mee bezig zijn. Vooral de dingen die afkomstig zijn bij ons uit de tuin, de groenten, de kruiden en de bloemen, gecombineerd met de keuze van Joachim. En we hebben een zestal gerechten voorzien, die momenteel ook in het menu zitten. Dus eigenlijk hetgeen dat up-to-date is momenteel. Hertog Jan in Brugge is zeker de afgelopen jaar de rising star van België, om het zo maar te noemen. In zes jaar naar drie sterren toe. Als jullie nu terugkijken, hoe hebben jullie die periode ervaren? En hebben jullie dit überhaupt ooit kunnen dromen of verwachten? Het moment dat je bezig bent eraan, denk je altijd van, oh, het gaat niet vooruit. Maar vorig jaar, de dag dat we dus die derde ster kregen, en na al de interviews en zo, dan kwam het besef wel dat het zeer hard gegaan is. We hebben dat ervaren als een soort rollercoaster. Elke dag ben je bezig met hetzelfde doel, het beste van jezelf geven, zorgen dat je gasten op en top tevreden zijn. En dat is natuurlijk ongelooflijk leuk en een enorme ontlading, als dan op de dag vorig jaar van de derde ster, dat zo allemaal in zijn plooi valt en daar hebben we enorm van genoten. Die ontlading die was er, dat hebben we ook kunnen zien op de foto's die Nederland bereikt hebben. Jullie hebben in 2002 samen deze zaak overgenomen. Met wat voor ambitie? Ja, het is nu 7 jaar geleden denk ik dat we de zaak overgenomen hebben, of bijna 6,5 jaar. En we hebben altijd de ambitie gehad om de top van België te bereiken. Dat is altijd ons doel geweest en onze drive geweest. Op voorhand weet je natuurlijk niet of dat gaat lukken, maar je moet er wel in geloven in hetgeen dat je doet, hetgeen waar je mee bezig bent. En onze ambitie was echt, we hebben dat nooit niet gezegd of we hebben dat nooit van de daken geschreven. Maar wij twee wisten wel, onze ambitie was drie sterren halen. Michelin vertelde of verklapte dat ze maar liefst 12 keer op bezoek zijn geweest. Merk je zoiets als restaurateur of als sommelier? Heb je dat in de gaten? Wel, ik ga u zeggen, iedereen die in de service staat, zal ongetwijfeld wel af en toe een keer het vermoeden misschien hebben dat er een inspecteur in het restaurant zit. Maar wij hebben gezien dat dus het vermoeden heel vaak niet juist is, want wij hebben dus nooit geweten dat er 12 keer een controle geweest is. Eén fout is niet eenvoudig, dat is wat jullie voorstaan, wat Michelin ook meeliet in de publiciteit. Wat is dat en waarom is het één fout niet eenvoudig? Ja, ik denk dat het vooral het feit is van met uw eigen ding bezig zijn, met uw eigen het niet te ver gaan zoeken. Less is more. Wij gebruiken geen technieken om techniek te gaan gebruiken, maar wij gaan meer op zoek naar de essentie. We hebben onze eigen boerderij, wij kweken onze eigen groenten, planten, kruiden. Wij doen sommige dingen met spitskool, bepaalde dingen die er eigenlijk Michelin vertelde het zo, gerechten die er bedriegelijk eenvoudig uitzien. Maar een keer als je er aan begint te proeven of zo, dat het weer galmt in de mond. Ik denk dat vooral dat je moet focussen op de smaak en op het hoofdproduct. En al hetgene dat niet nodig is, moet je achterwege laten echt op zoek gaan naar de essentie. U vertelde al even veel met groente, eigen groenteman in dienst. Heel bijzonder denk ik. Hè? Wat kunt u daarover vertellen? Ja, dus wij hebben twee tuinen. Wij hebben dus een tuin in Zedelgem, waar dat ook onze nieuwe locatie zal zijn, van 1,5 hectare, waar dat we dus twee serres op staan hebben. We hebben dan ook tussen Zedelgem en Brugge hebben we nog een oude kasteeltuin die volledig ommuurd is, waar dat er een microklimaat heerst. En dat is 1 hectare, dus in totaal bewerken wij 2,5 hectare. Dus wij zijn onze eigen leverancier. Daarin kunnen wij een heel exclusief gamma aan groenten en aan kruiden kweken die niemand anders heeft. Echt op maat werken, qua grootte, qua kleur, qua smaak. Dus dat is een nieuwe manier van koken. Dat is een wereld dat open gaat voor mij als kok. En dan zegt de chef-kok tegen de sommelier, zoekt u daar maar eens passende wijnen bij. Ja, zo gaat dat, hè. Dat is een enorme uitdaging. Dat is altijd, ik vind dat, ik doe dat met heel veel plezier, omdat groenten en wijn is sowieso moeilijk. En het is echt een uitdaging van elke dag om met mijn team van sommeliers echt op zoek te gaan naar passende wijnen. Niet alleen wijnen, we zijn ook heel fier om af en toe Belgische bieren te presenteren, dus, of andere alternatieven. Maar dat is inderdaad niet altijd evident, maar wel heel boeiend. En het lukt tot nu toe dus. Hoe anders is jullie leven geworden sinds die derde ster?
Er is toch heel wat veranderd. Er zijn toch een aantal deuren opengegaan die heel eigen zijn aan die derde ster. Maar we hebben ook het ontvangen van een eerste en een tweede meegemaakt. Dus we kunnen dat wel vergelijken. Er komen heel veel vragen van de pers, van bedrijven, van internationaal ook heel veel cliënteel die het restaurant wil bezoeken. Dus dat is een hele grote verandering. Dus moet je ook een beetje de organisatie van je restaurant aanpassen op die derde ster. We hebben ondertussen mensen bij je op administratie die dat allemaal in goede banen leiden voor ons. Men wordt gevraagd op beurzen zoals Gastronomie 2012, dus dat was voorheen niet zo. Nee, is dat wennen geweest? Want internationaal publiek denk ik ook veel meer gekomen. Brugge is in ieder geval volgens Michelin toch een beetje het culinair centrum van België. Hoe is dat voor jullie? Is dat lastig of is dat juist een voordeel? Maar dat is natuurlijk, enerzijds is dat een beetje wennen. Soms heb je je agenda ook niet altijd zelf in de hand. Maar anderzijds moet je ook de voordelen daarvan inzien. En het heeft het op het einde van de rit alleen maar voordelen. Nee, het is belangrijk dat je zaak goed draait. Dat je heel veel in de media komt. Dat je heel veel aandacht krijgt. Want uiteindelijk zijn we niet alleen een restaurant, maar zijn wij ook een KMO of een onderneming. Dus wij moeten draaien, wij moeten omzet hebben, willen wij groeien. Dus al die kleine dingen die dragen daartoe bij. Dus in die zin is er veel veranderd, maar het is heel belangrijk dat er veel veranderd is. Nu zeggen wij in Nederland altijd van ja, in België, daar weten ze wat gastronomie is, daar weten ze wat genieten is, daar zijn ze Bourgondisch. Nou kunnen jullie vaste vergelijking maken met Nederland, is dat ook zo? Wel, ik denk dat dat zo is, maar ik denk dat de Nederlanders niet meer achterkomen. Hè? Ik bedoel, jullie hebben fantastische restaurants. Ik denk aan Johnny en Therese met hun libreien. Er zijn er nog veel andere. Ik denk dat Nederland op korte termijn een enorme inhaalbeweging gemaakt heeft. Wij komen heel vaak en heel graag naar Nederland om te genieten ook. Nu wil ik tot slot van jullie graag een voorspelling. Nederland zijn we heel erg bezig met de Michelinsterren. Ik weet niet of het in België ook zo leeft. Jullie, allereerst, als het kan, jullie geheimtip voor België en daarnaast durven jullie te wagen aan een voorspelling in Nederland? Krijgen wij er, net als België, een derde drie sterren restaurant bij? Goh, dat is heel moeilijk. Ja, dat is koffiedik kijken. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat er voor Nederland een nieuwe derde ster ook bij komt. Omdat hoe meer drie sterren, hoe beter denk ik voor elk land. We kunnen elkaar voeden, we kunnen elkaar inspireren. We komen ook met Nederland en België zo culinair heel sterk op de kaart te staan. Dus laat ons hopen dat er een derde ster bij komt. En bent u dan zo ver op de hoogte dat u zegt van, dan zal dat die of die kunnen worden? Ja, nee, ik hoor elk jaar wel wat dezelfde namen. En dat was ook voorheen in België. Het zijn altijd elk jaar dezelfde namen. Dat passeren en soms, dikwijls gebeurt er niets. En dan, nu en dan gebeurt er toch iets. Dus het is, ik denk dat het de courante namen zullen worden, hè. Dan moeten wij in België natuurlijk allemaal naar Hertog Jan in Brugge en natuurlijk nog meer sterrenrestaurants. Maar wat is nou dat geheime restaurantje of die geheimtip die jullie nu met Nederland gaan delen? Goh, dat is een moeilijke vraag. Ik ga je zeggen, misschien een leuke om te delen, is een klein heel leuk restaurant in het centrum van Brugge. Waar dat wij dan ook na een hele hectische dag na de derde ster vorig jaar, samen nog, en ook met de vrouw van Gert, samen nog iets lekkers gegeten hebben. Dat was Roquefort in Brugge. Dat blijft een leuk adres. Vlotte bediening, lekkere wijn, lekkere gerechten. Complexloos, maar zeer degelijk. En tot slot de tip van de chef? Ik sluit mij aan bij Joachim. Wij zijn beide fan van Roquefort in Brugge. Dus ik zou zeggen, allen daarin.